Je gaat eerst nog aan jezelf twijfelen van, hey, heb ik hem al ingeladen? Of heeft mijn vriend hem al ingeladen? Maar nee hoor, helemaal weg. De Beverwijkse beeldend kunstenaar Ellen van Putten is bestolen. Niet van geld of juwelen, maar van haar werk. Ik wilde mijn grote rolkoffer met werk pakken waar al mijn lino's en mijn voorraad in zit. En die blijkt ineens weg te zijn. De verrassing was des te pijnlijker omdat Ellen op weg was naar de kunsttiendaagse te Bergen. Ik stond gelukkig niet met lege handen in Bergen. Ik heb een reizende linoleumdrukkerij, uitklapbaar, en in die linoleumdrukkerij lag nog wat werk. Dus ik kon in Bergen nog even vooruit en aanstaand weekend op de kunstlijn in Haarlem heb ik ook nog wat om te laten zien. En dan zal ik heel hard aan het werk moeten om nieuw werk te maken voor het komende seizoen. Ellen hoopt dat de dief beseft dat hij van zijn daad niet rijk gaat worden. Een dief heeft helemaal niets aan mijn werk. Hij moet het ten eerste weten hoe hij het werk moet drukken. En het drukwerk wat in de artotheek ligt, dat is zo bekend inmiddels. Het is door heel Nederland en België gegaan. Ik denk niet dat hij dat nog kan verkopen.